Nederland en Rusland willen een streep zetten onder de reeks diplomatieke incidenten van de afgelopen tijd. Dat zegt minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn nog in Rusland voor het bezoek in het kader van 400 jaar vriendschap. Naast zakelijke bijeenkomsten veel cultuur op het programma voor de koning en koningin vandaag, met romantische schilderkunst en vanavond een concert van het Koninklijk Concertgebouworkest. Volgens minister Timmermans helpt het bezoek om de problemen op te lossen. Wat betreft de bilaterale kwesties zonder Greenpeace, denk ik dat we op hele korte termijn er een streep onder zullen kunnen zetten. Wat betreft Greenpeace, denk ik dat er ook nog begrijpelijkerwijs een juridisch traject hier in Rusland moet worden afgelegd. Timmermans heeft goede hoop dat de Russen de zaak van de Greenpeace-activisten snel willen oplossen, maar op welke termijn kan hij niet inschatten, zegt hij. We gaan naar Moskou, naar onze correspondent Olaf Koens. Olaf, we horen de minister. Wat denk je? Is na dit bezoek de kou echt uit de lucht? Ja, als je naar het programma vandaag kijkt, er waren allerlei prachtige evenementen. Er was een ontvangst met allerlei CEO's van grote Nederlandse en Russische bedrijven. Ze zijn in een museum geweest. Dat gaat allemaal goed. Ja, minister Timmermans heeft gezegd dat inderdaad die diplomatieke problemen die er geweest zijn, die bilaterale problemen, nou, dat die wel min of meer zijn gladgestreken inmiddels. Maar dat inderdaad het probleem van de Greenpeace-boot, dat nog moet worden opgelost. Maar hij zei er ook bij dat de Russen in ieder geval op zoek zijn naar een diplomatieke oplossing. Nou, dat geeft in ieder geval hoop in die situatie. Vanavond ook op dit moment zelfs een gala concert in het Tchaikovsky Conservatorium in Moskou. Er was even nog de hoop dat Vladimir Poetin ook nog lang zou komen, maar die is niet gekomen. Ja, die houdt niet van klassieke muziek, maar de betrekkingen zijn in ieder geval met de komst van het koningspaar een stuk beter geworden. Oké, dankjewel Olaf Koens in Moskou.